Ik ben heel boos. Het is voornamelijk dat ik boos ben. Als je me dan per ongeluk aankrijgt, dat kan gebeuren. Maar volgens wegrijden kan ik niet bij. Ik snap niet hoe je zo kan zijn. Dat is ongelooflijk. Het gebeurde allemaal donderdagochtend even na 10:30. Britt ging even hardlopen en na een kilometer of 2 ging het mis. En ongeveer hier kwam die auto aanrijden en die schepte me vanaf deze kant. Waardoor ik neerkwam via op die kant op de grond. En toen is hij doorgereden heel snel voorbij mij. En ik lag op de grond en ik heb nog een glimp van de auto kunnen zien dat hij donker was. En meer niet. Ze weet bij een tuincentrum even verderop te komen waar haar tweelingzus werkt. Toen stortte ik gewoon in, toen viel ik bewusteloos en toen werd ik door hun opgevangen. Ik was heel erg geschrokken, ik zag er natuurlijk liggen. Heel veel mensen eromheen gelijk. Gelukkig wist ik wel een beetje wat ik moest doen. Eerst was ik wel verstijfd, maar daarna dan ga je de ambulance mensen helpen, kijken wat het beste is. Maar het was wel schrik om je zus zo te zien te liggen, want ze had flink pijn natuurlijk. Overal zag je wel bloed. Britt wordt naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft uiteindelijk ontzettend veel geluk gehad. Ze zal nog wel even moeten revalideren, maar had er waarschijnlijk geen blijvend letsel aan over. Maar dat maakt haar onbegrip en boosheid naar de doorrijder niet minder. Waarom? Waarom stop je niet? Waarom help je niet? Misschien had ik iets erger, want ik kwam tenslotte om mijn gezicht terecht. Had ik ook mijn nek gebroken en lag ik gewoon dood daar en dan reed hij gewoon door. Het kan gebeuren dat je iemand aanraakt, daar kan je niet altijd tot aan doen. Maar ik vind wel dat je dan zo netjes moet zijn om even te stoppen. En als je in shock bent, meld je je een paar uur later. Hè, dat kan altijd gebeuren. Maar zo iemand achterlaten doe je niet, nee. Britt hoopt met bewakingsbeelden alsnog achter de identiteit van de doorrijder te komen. Dat iemand er niet mee weg kan komen met wat hij gedaan heeft, dat is mijn belangrijkste.